De financiële problemen in Griekenland. Ze doen de euro en Europa op de grondvesten trillen. Onverantwoordelijk omgaan met geld, dat hebben we vaker gezien. We lezen vandaag uit Faust van de Duitse schrijver Goethe. Sinds 2002 bestaat de euro. Een aantal Europese landen schafte de eigen munteenheid af en gingen financieel samenwerken in de euro. Goed voor de economie, voor de onderlinge handel. Maar er zitten nu ernstige scheuren in de euro. Een van de deelnemende landen, Griekenland, heeft een enorme puinhoop gemaakt van zijn overheidsfinanciën. Ze geven te veel uit, hebben gerotsooid met cijfers en bouwen een enorme staatsschuld op. En omdat alle economieën van Europa zo verknoopt zijn, kunnen de euro en de rest van Europa in grote problemen komen. Overheden die zich financieel misdragen. Dat hebben we eerder gezien. Begin 1800 schreef de grote Duitse schrijver Goethe. Daar al over in zijn meesterwerk Faust. In dit toneelstuk komen Faust en Mefisto, de duivel, aan op het hof van de Duitse keizer, waar het permanent feest is. Het kan niet op, eten, drinken, maar de keizer raakte door zijn geld heen. De duivel Mefisto bedacht een truc voor de keizer. Hij introduceerde het papiergeld. En als borg voor dat papiergeld werden niet langer goudstaven gebruikt, maar de nog niet gewonnen bodemschatten. Er werd dus nieuw geld gecreëerd zonder enige moeite te hoeven doen. Goethe liet Mephisto zeggen, groter gemak dan goud en paarden geeft zulk een biljet. Men weet weer wat men heeft. Men hoeft niet eerst de schageren bieden loven om zich met wijn en liefde te verdoven. Goethe wist waar hij het over had. In de Duitse Republiek van Weimar was hij niet alleen schrijver, maar ook minister van Financiën. Hij kende zijn geschiedenis. Hij liet zich bij het schrijven van Faust inspireren door een echte financiële crisis die eerder had plaatsgevonden. In 1720 was het drukken van geld, zonder dat daar een prestatie of waarde tegenover stond, ook al de oorzaak van grote financiële ellende. Helaas hebben de Griekse ministers van Financiën niet zoveel historisch besef gehad. Tja, en wat nu te doen met Griekenland en de euro? De geschiedenis leert dat je maar één ding kan doen: hard optreden. Griekenland zal de economie, het huishoudboekje, moeten hervormen. Weg met de verdovende overdaad aan uitgaven, weg met het carnaval. En Europa moet een belangrijke fout uit het verleden herstellen. Onder invloed van eurocritici zijn er te zwakke centrale afspraken gemaakt over het strak houden van de Europese landen. Nee, nee geen centrale macht aan Europa, werd er destijds gezegd. Landen moeten onafhankelijk blijven op dat gebied. Maar om voortaan op tijd in te kunnen grijpen bij financiële koekenbakkers, als de regering van Griekenland, heb je toch echt harde afdwingbare regels nodig? Gratis geld bestaat niet. Wijze lessen van toneelschrijver en minister van Financiën Goethe. Ik wens u een vrijzinnige week.